De Paramaribo Zoo heeft vandaag haar kinderwaterpark officieel in gebruik genomen. Het waterpark is tot stand gekomen door ex-First Lady Ingrid Bouterse-Waldring. Het waterpark is onderdeel van een groter plan van de Paramaribo Zoo. Directeur John Altenberg zegt dat er jaren geleden is gewerkt aan een masterplan om de dierentuin te transformeren naar een moderne, educatieve biotopentuin. Dit plan wordt stapvoetsgewijs uitgevoerd, alhoewel hij al veel verder had willen zijn met de vorderingen. Echter zijn er niet genoeg middelen ter beschikking. Het waterpark zal ervoor zorgen dat de zelfstandigheid van de dierentuin enigszins zal worden verbeterd. We weten allemaal dat de dierentuin in de jaren, 54 jaren dat zij bestaat, altijd hulp nodig heeft gehad. Van de overheid, van de samenleving, van het bedrijfsleven. En dat zal waarschijnlijk na 100 jaar nog steeds zo zijn. Omdat anno 2020 zien we ook dat hele grote dierentuinen in de wereld ook belangrijke ondersteuning krijgen van hun overheden. En dat zal de dierentuin ook waarschijnlijk blijven doen. Maar je probeert in ieder geval door ideeën en initiatieven verbetering te brengen in de positie. Bouterse-Waldring is blij met het werk dat is neergezet om dit zwembad in de dierentuin te maken. Ze is op de hoogte dat er veel vraag is om daar feestjes te organiseren. Dus ze hoopt dat de Paramaribo Zoo ten alle tijden het waterpark goed onderhoudt. Mocht er iets mislopen, kunnen ze altijd een beroep op de samenleving doen. Ook aan mij, dat we misschien een bijdrage moeten leveren. Ik heb meneer Altenberg gezegd in de directie van luister, ik ben er niet meer. Maar af en toe moet ik een piep, want als ik zie dat iets niet goed is, miotak en wel. Want ik hoop echt dat het zo blijft. Ik kom na een aantal maanden en het is zo gebleven, dus daar ben ik blij om. Ingrid Bouterse-Waldring, beschermvrouw van het waterpark van de Paramaribo Zoo. Zij droeg dit project in mei over aan de directie van de dierentuin.